inderdaad Geurts die daar op die vierde plaats van rollen tot een close. Ik durf daar eigenlijk niks over te zeggen. Flying Biker kwam heel dicht in de buurt. Eerste halve finale, jongens 13 jaar. Zijn we nog met Carlos van Hees, Nick Kuijer, Rick van Essen, Koen Tijnk, Ricardo Roy, Stefan Lander, Justin Uiterweerder, Lenny Waaier. Ook hier geldt natuurlijk vier rijders die zich gaan plaatsen in die finale. Ziet er goed uit voor Van Hees. Van Hees is al on fire hoor. Prachtig hoe die man zich heeft ontwikkeld. Hij gaat echt sneller rond dan ooit tevoren. Carlos van Hees, de rijrijder uit Tiel. En daarachter is het Veritas Assen, Nick Kuijer. Ook hij zit er dus goed bij. Dan gaan we naar de Flying Biker. Met nummer 389 is dat Rick van Essen. Hij zit op plaats nummer 3. En op de vierde plaats is het dan voor Apeldoorn, even spieken, want we hebben er meerdere uit Apeldoorn. Maar terwijl ik dat zeg, doet hij al niet meer mee, want hij wordt voorbijgestoken daar door de man in het rood. En dat...